Hallo iedereen en welkom naar Mario Brothers Super. Zo, ik zat te kijken naar een anime, deze week, genaamd Death March. Was het goed? Dat is leuk, I guess. Maar kan je het aanraden of? Voor nu, zou niet weten. Is het gewoon zoiets van, is het een typische anime waar je de hoofdkarakter in een andere wereld toe gaat en een adem krijgt? Yep. Oké. Het steekt de hoofdkarakter. Maar weet je, het één grappige moment van de anime is bijvoorbeeld, de hoofdkarakter eindigt in een andere wereld. Wat ik geloof is een droom. Mm-hmm. En, want de eerste ding dat gebeurt in zijn droom is, hij wordt aangevallen door een hele groot leger. En hij heeft deze overpowered items. Dat lijkt een screen nuke items. En hij spamt ze allemaal in één keer, per ongeluk. Want hij dacht van, weet je wat, ik doe deze en hij komt niet tevoorschijn, dus spam ze allemaal. Dan, daardoor is hij max level. Hij heeft tenminste een goed excuus waardoor hij is inderdaad een zo overpowered... Zeg eens. Dus hij is gewoon de typische overpowered hoofdkarakter die naar een andere wereld is gekomen met een harem. Okay. Zo'n beetje. Ik heb een grote haat voor ze, maar het is gewoon, ik heb andere dingen te doen. Ja, en sterk op dit punt. Op dit punt zijn er drie meisjes erbij gekomen. Zijn meer slaven voor hem, of I guess werknemers, want hij is veel meer menselijker dan de wereld waar hij in leeft. Natuurlijk. Maar ik weet nog niet of daarmee de haan gaat beginnen. Pick a box, its content will help you on your way. Het enige ding dat ik kan zeggen is: de hoofdkarakter heeft twee lollies bij zich. Oké, fuck it, ik kijk nu. En niet zomaar lollies. Oké, I'm not that shallow. Neko lollies. En huh? Dog lollies. Wat voor lollies? Neko en dog lollies. Dog lollies? Ja. Weet je wel, je hebt demi-humans. Daar moet ik naar kijken, fuck jouw wens. Er is één na dildo. Je hoort poetsenpastijk in aflevering 2. En dan verbonen weer weg, Hennis, dank je. Ik bedoel, dat is niet zo erg, though. It's like this, maar episode 2. In ieder geval, deze level is weer een soort dolhof level. Er zijn gebroken pijpen overal waar je doorheen kan gaan. Het is eigenlijk een van de makkelijkere levels, want alles is best wel goed makkelijk om te onthouden en zo, waar je bent. Het is gewoon meer overzichtelijk. It's meer overzichtelijk vergeleken met andere dolhoven. Alleen, we zitten weer in de woestijn voor een of andere reden. Ja, ik dacht dat het vol zat. Ik dacht dat de pijpbeeld vol zat met bossen en zo. Niet met woestijn en zand. Ik heb geen probleem met aarde, het is gewoon zand. Waarom? Overworld map is bullshit. 0 uit 10. Ik zal nooit meer kopen dit spel. Maar nee, even serieus, was het niet de tweede wereld dan zandwereld in dit spel? De zandwereld was de tweede wereld, Dennis. Ja, what the fuck, Mimote? Fucking Zuid. Ik wil mijn geld terug. Je hebt er niet even voor bepaald. Maar ik wil zeker geld terug. Weet je waar ik nooit zo van betalen? Overwatch. Oh ja, nu vanwege al dat shit dat nu aangaande is. Dus oké, laten we ervoor zorgen. Laten we naar jouw YouTube kanaal kijken in Twitter. Om te zeggen... Laten wij, de game developers, bij jou gaan stalken om te kijken of we jou gaan bannen of niet. Of vanwege jouw slechte praat en shit. En na die 40 euro dat je hebt betaald voor ons spel, kun je het niet meer spelen. Fuck you. Omdat wij een shit systeem hebben, fuck. Dus op dat punt ben je letterlijk mijn geld aan het stelen. Oh, je mag ook niet als dezelfde karakter het spelen, want dan word je ook geband. Oh, fuck you. Waarom zullen wij je zou denken, waarom maken wij daarvoor geen systeem om ervoor te zorgen? Nee, fuck you, jij moet het. Nee, dat is bullshit. Als ik goed ben met Tracer, laat me dan met Tracer spelen. Wem het niet. Geef me dan gewoon, je moet... In professioneel moet je deze karakter... Moet je zelfs dezelfde karakter gebruiken. Random character mode, wat dacht je daarvan? Wat dacht je van daily quests, waardoor je meer skins of shit kan krijgen? Als je met deze specifieke karakter zoveel matches speelt en wint. Gewoon meer modus. Geef meer redenen om andere karakters te spelen. Maar in plaats van dat ze het spel willen verbeteren, willen ze gewoon mensen bannen. Ja. Nadat ze hun geld hebben gekregen, by the way. En dan zoals ze voor zijn er oké mee. Oh, fuck deze. Dit is de moeilijkste kasteel in het spel. Nee, dat is meer omdat ik dom aan het doen was. Maar joh, vaak wil je meer eens beginnen met de ster.
Mare-esque, dat was het al? Was het een nieuwere spel zo dat je onsterfelijk was op lava wanneer je ster hebt? Of? Nee, volgens mij wel dood als je op lava gaat. Oké, nog steeds zo. Dan opnieuw, wanneer ik ster heb, probeer ik meestal goed te platformen zo. Ik vond, je wilt altijd de ster die daar pakken en daar is nog een ster. Ik weet dat het moeilijk eruit ziet, maar het is niet zo. Het is makkelijker dan door dit level te gaan zonder ster. Vooral de timing hier, fuck dit shit. Weet je hoeveel oefeningen ik had moeten doen om dit te kunnen doen? Fucking hell. Ik heb hier uren aan gespeeld. Fuck dit level. I see. Ja, begrijpelijk. Ik moet echt heel lang wachten voor zulke dingen, want anders ga je het. Dan heb je die twomp daar, die is heel moeilijk om te ontwijken. De fucking stomme geest die hier. Want als je denkt dat dat niet genoeg is, doen ze een Mario Bros. 2. Weet je nog die plant in Mario Bros. 2? Ja, goede tijd, is die weer. Fuck, is een plek. Dat is ook een kutsprong. Als je dat niet genoeg vindt, dan heb je dit. Fuck. Als je denkt dat dit is de grootste lul. Met een twomp daar ook. Hiervoor moet je kleine Mario zijn. Als je grote Mario daar bent, je gaat er niet doorheen met grote Mario. Just so you know. Weet je, met alles... Als je grote Mario bent... Nee. Doorheen. Nee! Weet je, fuck de feit dat je bent gestorven, dat je stierf door Boom Boom. Het is meer dat je het feit doet dat je door deze hele level heen moet gaan, dat jammer is. Ik doe het twee keer. Maar geen zorgen, back. Ik heb Ultra Instinct, motherfuckers. Wauw! Ultra Instinct in die. Wel, dus heeft de ulti is de lyrics nu? Oh nee. Jesse. Ja? Leer? Ik heb context terug bij deze lied. Wanneer speelt dit? Wanneer, het speelt wanneer ik Doku tegen, Kefba vecht. In Ultra Instinct. Volgens mij ook laat tegen Jiren. Dat is wel catchy dan. Als ik met de geluiden de achtergrond denk dat je dit gewoon uit een of andere video hebt gedaan. Omdat, het komt omdat ik geen goede muziek kon vinden. Niemand had de track zonder de geluiden af. Dat was niet creëren. Ik vind dat geluid alleen maar werken. En stijgt terwijl Mario hier doorheen struggelt. Is eigenlijk een hele... Oh, ik kan niet wachten voor deze... Hop. Ja, ik wist het! Waar zijn de fucking gevechtsgeluiden, weet je, waar ze elkaar in elkaar slaan? Terwijl je tegen Boeboe vindt. Waar was dat geluid in, man? Wacht, wat? Hier laat ik zien. And that's how I beat the action level on the turn 2, but that was only the test playthrough. So now I have to do it again. And holy shit, gaat alles fout. In de test playthrough heb ik het in de derde keer. Maar dan speel ik dit met wat ik het aan het filmen ben. Opeens ga ik gewoon 50 keer dood. Kijk naar dit. Wauw. Ik klik op de springknop. Daarbij is de controle volgens mij een beetje kapot. En het probleem met hem is dat hij de hele tijd springt. Maar het is ook raar wanneer hij uit zijn shell gaat. Je zou denken dat hij op kan springen als hij in zijn shell vorm zit, maar dat kan je niet. Ja, dat is het punt waar misschien als je de X-knop had, of ik had 40 levens, dus so you know. Misschien als je de spin-truc had in Mario Brothers World en ding. En in de Wii-spellen. Zou je daarop kunnen springen? Nee, ik kon erop springen, weet je nog? Ik had er eerder op gesprongen met andere bazen. Andere bazen hadden toch ook spijkers, toch? Eraan. Ja. Wat de hel? En weet je wat nog raar is? Ik ging dood toen ik hem op een sprong. Op het laatste moment dat hij in zijn shell zat. Dus hij zat uit zijn shell toen ik dood ging. Frame perfect kills. Ja. Wel gezegd, fuck deze fortress level.
airport en ship level. Ik weet al dat het gewoon Ultra Street Mario wordt. Like, Goku had toch zilver haar op dit punt? Like, wanneer die Ultra Instinct werd. Weer zilverachtige aura met like, spiky haar. Dus we moeten spiky haired Mario hebben met zilver aura. Met zilveren ogen. Super Saiyan, like, Vegeta heeft ook een super vorm. Wat noemt, hoe heet die vorm? Ik heb daar... Donkst... Er is geen naam. Nee? Nee. Het is gewoon Awakened Blue, Super Saiyan God Super Saiyan ofzo. Ja, zo doen we het voor nu. Het heeft niet echt een naam. Vergeet de naam Super Saiyan Blue, ik zal het voor altijd Super Saiyan God Super Saiyan noemen. Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan God. It's like, it's so fucking ridiculous. It's zo'n domme naam, is gewoon geweldig. En zul je stoppen met je microfoon te spelen? Never! Doe het, en het is fucking irritant, Jesus Christ. En met de fucking reden waarom mensen zeuren over de audio. Like, ze kijken de video niet, want de audio is fucking shit onder jou. Kijk hier, zie je dat? Hij komt net uit de shell. Nee, god. Deze baas zuigt. In ieder geval, we hebben één laatste wereld geslagen. We gaan naar de laatste wereld toe, Ernest. Ben je hyped? Ja. Ernest, ben je hyped? Hype. Do you know the way? Do you know the way? Ernest, do you know the way? Oh, thank heavens, I'm back on my old stop again. Hey, mensen zijn weg. Oké. Ben je hyped voor de laatste wereld, Ernest? Ja, toch? Ik kan niet wachten voor al de dood. Nani? You, I kidnapped the princess and all you were. Hey, was it? Come on. Did you want to read it? Nee, het is een gebruikelijke ding. Wat anders moet ik hier nog over hebben? Ik ben moe hiermee. Dit is de Dark World. Dit is de Dark World. De team to the Dark World. De team to the Dark World. De team to the Dark World. Ik weet niet hoe het liedje gaat. Ik heb de lyrics niet. Hier is het ding. Ik wil het wel zingen. Kidspel. We gaan tof. En dus wanneer doe je Zelda 2? Oh shit, dat is ook nog dat spel. Nou, ik zie wel. Ik heb nog eens plaats om nog te doen later. Anyway, dus. Ja. Yep. En ik hoop dat je op tijd plaats hem kan doen, though. Eerlijk gezegd, ik hoopte dat wanneer we plaats hem beginnen doen, dat je me like, een hele shitty team zou geven voor als een challenge. Maar van plaats van dat was je aardig. Wauw. Om eerlijk. Ik ben blij, maar ik ben ook teleurgesteld. Er zijn twee redenen. Ten eerste wil ik jou niet echt laten sufferen ermee, want ik wil ook leuke teams zien en zo. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, weet je, je hebt niet oneindig tijd om die ene run te doen. I guess. Hey, weet je wat, Ernest? We kunnen het als je een betere computer hebt, kunnen we het een livestream ding maken. Jouw een city team geven, zodat je door dat spel heen gaat in de livestream sessies. Ik wil wel een ding maken, shit. Er is alleen één ding waar ik een beetje teleurgesteld. Er is één ding waar ik problemen mee heb, Tel. Wat, sir? Wat ze mee problemen is dat je. Like, ik was compleet vergeten dat Bartok je favoriete Pokémon was, dus zou je dat willen gebruiken, maar. Ah, maakt niet uit. Ik vroeg voor jou om een team en jij gaf me deze team, het is fijn. Ja. Ik ga waarschijnlijk vanzelf Bartok. Ik ga waarschijnlijk van Bartok gebruiken in een ander Pokémon-spel wanneer ik dat speel. Even kijken, ik weet van generatie 5 dat je geen Carpjomp kan vangen. Ook weet zelfs niet in Black and White 2? Zelfs niet in 2. Nee. Ik weet dat hij niks erbij kan nemen volgens mij. Ik weet zeker dat hij er is in Sun and Moon. Sowieso, hij heeft een superform, weet je, dat is een megaform dus. Ja. Oh, ik heb voor X en Y neem ik een guard. En weet je, het maakt niet, het is niet er. En weet je, ik kan altijd nog laten zien waar je nog cards op kan vervangen, dus. En er is postgame, waar ik ook net gewoon mijn eigen team ga maken, dus. Oh, en alvast, ik heb totaal scheid wanneer de postgame komt, zo ik ga sowieso cheaten voor oneindige TM's. Just saying. Oké. Ja, weet je wat, fuck it, mijn boeit. Like, het geld blijft legit, de healing items blijven legit.
Maar wanneer het komt aan moves, zoals move tutors en fucking TF's, ik ga gewoon cheaten. Ik heb compleet scheid. Kan ik even verstoren om te praten deze level? Deze level kan een beetje moeilijk zijn, want het schip beweegt naar beneden en dan omhoog. Dus de projectiles gaan ook naar beneden omhoog. Je moet echt een beetje wachten. En je moet vooral die mollen uitschakelen. Wat je ook doet, schakel de mollen uit zoveel als je kan. Want hun gaan een bitch zijn in dit level. Vooral omdat de projectiles omhoog en omlaag gaan. Ik denk dat meer de ding is omdat projectiles omhoog en omlaag gaan. Komt... Wacht, nee. Ze gaan mee. Omhoog en omlaag. Laat maar zitten. Ik dacht, weet je wel, dat ze misschien een beetje creatief waren hiermee, dat... En daar heb je... Daar moet je echt voor wachten. Lijkt me daar niet gewoon dom aan doen, zoals ik dat heb. Dom aan het doen. Ik denk dat ik die lol aan het spelen is. Weet je, eigenlijk heb ik niet zoveel deaths, though. Vergeleken met andere spellen. De grootste vijand in sommige PvP-spellen, of competitief spellen, is gierigheid. Ja. Je bent lijkt zo gierig dat je een of andere persoon wilt vermoorden, dat je zo ver gaat. En dan zelfs sterft. Je denkt altijd van, je kan meer, weet je wel. Ik denk dat ik verder kan gaan. En dan voordat je hetzelfde vijand maar één HP over heeft, ben je dood, stierf jou door de turret. Oeps. Nou hebben we dit gedeelte van de level. Er zijn 3 random pakken waar je van 3 random levels krijgt. Je kan ook geen enkele level tegenkomen. Ik ga ze niet allemaal laten zien, though.